Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weer in Europa wordt bepaald door een hoge drukgebied. Veel landen profiteren daarvan. Het ligt boven Polen en het blijft daar tot met donderdag het weer nog bepalen. Storingen die trekken via Ierland en Engeland naar Scandinavië. En ook in de omgeving van Italië is de lucht onstabiel. Maar op veel plaatsen in Europa is het dus droog en rustig zomerweer. Als we kijken naar de satellietfoto kunnen we datzelfde beeld ook zien. Weinig bewolking in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Polen en Tsjechië. En wat meer bewolking naar het zuiden toe, boven het noorden van Italië. En ook op de Britse eilanden en in Ierland wat meer bewolking. In onze omgeving dus weinig bewolking. De bewolking die er is, die zal vanavond gaan oplossen. Het is helder en droog vanavond en de temperatuur ligt tussen de 18 en de 20 graden en er staat weinig wind. Vannacht is het vrijwel windstil en de temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. En morgen kunnen we opnieuw genieten van een mooie zomerdag, volop zonneschijn. En verder in de middag 24 tot 26 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden tot westen. Op donderdag zien we wat meer bewolking en kan er lokaal een enkele bui vallen. Vrijdag blijft het droog en wordt het 21 tot 24 graden. Maar in het weekend wordt het weer licht wisselvallig. Maar ook dan is het nog aangenaam warm met 21 tot 24 graden. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de lange termijn, dan zien we dat er niet zoveel verandert. De temperatuur die blijft zo rond de graad of 21 schommelen. En dat geldt ook voor de volgende week. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.